Een rode haan? Nou, hier kennen wij dus nog heel veel van leren. Nog helemaal van gaat. Dat zou wel handig zijn voor ons. Vind je leuk, hè? Naar deze vlog van vandaag. En het is weer een hockeydagje. We hebben zo'n hockey. Ja, ik heb net gedoucht. Ik ben net klaar met werken. Voel je aan mijn haartjes, hè? Die zijn nat, hè? En gisteren op het einde van de vlog hebben we beloofd dat we Stan zijn dingetjes door gaan nemen. Stan staat hier ook. Met zijn hockeykleren aan. En hier is alles wat we meegenomen hebben. En ja, hier kennen wij gewoon weer heel veel van leren. Daardoor... ja, nou, wat ik enorm vond vallen in de winkel is deze hele mooie rode haan. Met een nestje eronder en een bloemetje erbij. Ja, en dat is, ja... Een nestje op de telefoon. Dat is mooi, hè, junior? Wat is dit? Een? Een kip. Ja, het is een kip. Ik zeg een haan, maar het is een kip. Dat klopt. Weet je hoe je ziet er zorgen dat hij een vacht heeft, toch? Ja. Hoe zou je dat doen? Met een spuitbus? Nee. Hoe dan? Je gewoon... Doen allemaal chocola, ja, doen chocola mengen met iets anders. Dan hebben ze dat in de vriezer staan. Vriezer. Ja? En dan doen ze dat op, spuiten en dan kristalliseert dan. Ja? En dan krijg je dat effect. Van matten, dan dus die haan zetten ze dan in de vriezer, of die kip? Ja, dus dit is gewoon gelijk in de kar in de vriezer. Ja, en dan bevroren spuiten ze dat af met chocola, met cacaoboter dan. Ja, ik weet niet precies wat erin zat. Dat is nou net... Moet je dan vragen? Eerst spuiten en dan in de vriezer. Of nee, eerst in de vriezer en dan spuiten. Dus bevroren voor hem spuiten. Want dan kristalliseert dat. Ik moet nog iets zeggen. Zeg eens. Wat ik heb. Jij hebt een telefoon. Want jij gaat naar de basisschool. Ja, ik wil... Ik ga niet doen. Oh, die heb je een ander kindje laten liggen. Ja, wij gaan even verder hoor, junior. Want we hebben iets heel belangrijks. Goed. Zet hem maar even uit, jouw telefoon. Mini worstenbroodjes. Ja, halve volgens mij vind ik dit. Ja. Lijkt een beetje op Eline's wedstrijd worstenbrood. Omdat ze op dezelfde manier gemaakt. Ja, worden ook op dezelfde manier gemaakt. Ja. Jouw favoriet, wat jij het lekkerste vond, macarons. En welke macaron heb jij gemaakt? Allemaal. Allemaal? Ja. Ook gevuld? Dan maken ze in één keer. Oh, alle kleurtjes gelijk. Ja. Ik heb de kleur gemaakt. Ja. En de bovenkant. En de onderkant dan hetzelfde. Ja, ja. Ja. De vulling, dat hadden ze al gemaakt, maar dat heeft iemand anders opgespoten. En dit is volgens mij citroen. Sinaasappel? Nee. Volgens mij citroen. Ja, citroen, sinaasappel. Fanta. Oh, Fanta. Fanta? Ja. Ja, sinaas. Maar echt Fanta? Ja, volgens mij wel. Ze zeiden Fanta. Dus volgens mij framboos, cassis, die groene. Pistache. En dit is volgens mij hazelnoot. Karamel met hazelnoot, ja. Oh. En kleuren te zien dan, hè? Ik gok op kleur, hè? Karamel zeezoutpasta voor op je boterham te smeren. Ik denk dat we daar niet aan moeten beginnen. Nee, denk het ook niet. En truffels, heb je die ook gemaakt? Truffels? Nee. Ook moppen. Zit er moppen? Oh, dat zijn moppen. Oh ja, ja, ja. Dat zijn dit is, koekjes en dan met chocola. Amandel of zo. Je kan lezen wat erin zit. Dit zijn de truffels. Geld erop, moppen. Ja. Met... Geld erop. Dus geld erop. Geld erop. Nee, je zei dat als geld erop, toch? En dan een hele volle doos bonbons. Een kilo doos is dat, denk ik. Voelen? Nou, het is geen 500 gram doos. Ik weet niet. Nee, meer. 700-800 gram doos. En dan, ja, we hebben er al een paar gesnoept. Stiekem. Deze wil ik proeven. Ja, proef mijn karamel zeezout, die maken wij zelf ook. Die hebben wij zo geleerd. Hebben wij van Jacques geleerd, die hebben wij ook. Ja, die hartjes is net een mooiere vorm, hè? Net wat kleiner. Deze de recepten heb ik ook gehad, die zijn echt heel lekker, maar die lukte me niet. Dan moet je eigenlijk even eraf pakken. Ja, wil je het velletje eraf? Ja, het velletje eraf, want dan kun je echt een hele mooie zien. Ja, kijk, maar dat zo lukt. Ja. Allemaal recht goed, ja. Oh, die is heel mooi. Ja, dat is appeltaart. Oh. Nee, appel... Leg ze maar even in de dingen, want ze moeten toch maar op een schaaltje. Appelgranul. Die ga ik hier morgen niet Nee.
Wil je die proeven? Pak je die nou? Ja. Ik heb die gisteren geproefd, dan is die van mama. Die moet je proeven. Ja? Ja, dat smaakt hem, dat is gewoon net of je een appeltaart eet. Nee, die is heel lekker. Ja, die is heel lekker. Nee, die is dus niet voor jou. Die lust jij niet. Mm. Ja, goed hè? Ja, dat is echt zo goed. Dat is appeltaart. Nou, hier kennen wij dus nog heel veel van leren. Ook alle bonbons, die hebben allemaal twee smaakjes erin zitten. Kijk, als je dit kijkt, het is echt heel klein. Wij maken ze vierkant. Kun je er eentje van ons laten zien? Oh ja, ja, pak jij de camera maar. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld eentje van ons. Die we zelf maken. Die we zelf maken. En dan ligt dit er scheef op. Dat zal bij hun niet gebeuren. Het moet bij ons ook wat sneller. Wij zijn een stukje goedkoper met de bonbons. Jacques gebruikt de allerbeste chocola, Valrhone chocola. Ja, als we dat hier gebruiken, ja, we hebben het in het begin geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Dus wij zijn eigenlijk naar een wat goedkopere prijs gegaan en net wat goedkopere grondstoffen. De vullingen niet, maar de chocola zelf wel. En dan, ik laat deze even zien. Ik moet het met een mes doen. Ik snij wel even door. Ik snij je nou eentje door met een heel scherp mes. En dan, kijk, dan ga je zien dat er twee smaakjes in zitten. Dus daarbovenin zit een gelei en daaronderin zit een ganache. Je moet ook twee keer afspuiten. Ja. Erin doen. Wat bedoel je erin doen? Ze doen de ene keer doen ze dat en dan wachten ze even. Ja, dan moet je wachten totdat het hard is en dan kun je pas de ganache erop doen. Dat is echt heel veel werk. Ja, dat is allemaal twee keer zoveel werk als... Nou, ze zijn heel lekker. Ik heb net mijn tanden gepoetst, dat had ik dus niet moeten doen. Smaakt een tandpasta. Nee, dit is sinaasappel, hè? Met een heel klein pepertje zit ja, daar. Ja, dus die pittige, ja. Oh ja, 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 ja. Dat heb ik ook geprobeerd in het begin, dat heb ik niet gelukt. Maar dan zie je wel, de chocolatier, als je daar helemaal op richt, dus je bent daar gewoon 5 uur in de week mee bezig, dan kun je dit resultaat bereiken. Als ondernemer. Dus dan heb ik verstand weer een les, zeg maar. Wie heeft het nou gezien? En dan zie je hoe goed dat je kan worden als je er helemaal van gaat. Ik ga er maar zo maken. De handen jeuken, er is een pakketje binnen. En jullie mogen, we weten niet wat erin zit. Een verrassing. Nog zo, dat is goed gepakt. Wat is dit? Ja, ik weet het niet, schat. Wij weten het niet. Er is wel eens, als je YouTuber bent, krijg je wel eens gewoon iets opgestuurd. Gewoon iets wat degene zelf niet. Ja, volgens mij is meer iets voor ons, denk ik. Denk het ook. Ja. Ik denk dat ik al weet wat het is. Ja? Ja. Wat dan? Hier. Oh, kijk. Hier zo. Nee, ik bedoel het. Ja, die kant moet hier ook. Ik denk dat wij het in Monkey Town hebben gezien. Oh. En dat wij het in de vlog vertelden dat wij de vloer ermee wilden doen. Maar ja, dat past niet daarin, zou je zeggen. Ik weet het niet. Nee. Dat denk ik. Hè? Huh? Dat is leuk. Ja, dat is toch een beetje voor jou nu. Eigenlijk is het voor jullie. Ja. Nee! Jawel, want het is jouw taak. Ja, en deze is ook... Ik heb deze pas geleden nog op een reclame gezien volgens mij. En deze is heel handig. Hey, we hebben het in de vlog verteld. We hebben die gezien bij Monkey Town. Toen zeiden wij, dat zou wel handig zijn voor ons in de keuken. Nou, en hartstikke bedankt. Voor mij. Alleen voor het... Het is echt een verrassing. Ik heb deze volgens mij... ook op een reclame gezien en dan kan je zo heel makkelijk door de stoelen door. Ja. Dat kan. En deze is voor mij. Dat die zo gaat. Deze is heel makkelijk. Ja. Hoef je hem niet op te laden? Ja, voor jou en voor Madelief. Voor jullie taak. In het huis. Voor mij is het mijn taak. Ja, dan kan jullie ook de taak ook doen, hè? Sleutel. Ja, we hebben nog een stof. Ja, we hebben er nog eentje. En dat is eentje met ook met die water. Dweld, ja. Die ook dweld, ja. Die ook en deze, die kan dan... Als we eens een keer bijvoorbeeld weer dat hebben, dan die kan dan nog vliegen. Nee, deze kan niet vliegen, Junior. Echt wel? Nee. En Junior, ik sprak vandaag een brandweerman. Een echte brandweerman. Die zit bij de vrijwillige brandweer. Die was in de winkel. En ik zei, nou, Junior, die wil ook brandweer worden, zei ik. En toen zei hij, dan kan hij bij de jeugdbrandweer, als hij ongeveer 10, 11 jaar is.
Dus als je 10 jaar bent. Mag je bij de kinderbrand weer? Dat is nog eens leuk, hè? Dus dan zoek even ijsbaan. Wachten. De paaiertjes wachten, jongen. Mag je bij de brand weer? Dat is veel te gek, hè, dat ze erop sturen. Hè? Papa. Vind je leuk, hè? Ja? Wat moet je dan uitschieten? Oh. Nou, het is jouw taak, junior. Na het eten mag jij de keuken doen. Leuk, hè? Ja, dat is om te dweilen en te stofzuigen. En deze is echt voor even snel eventjes. Kan je samen met Madelief dan voortaan gaan doen. Kaboom, kaboom. En zo, ja, uit. Kan die. En hier staat er weer een die gaat hockeyen. Heeft Merel hockey vandaag. Zij hebben allebei een blokje. Ja, zij valt in, maar Merel valt er niks in. Merel heeft in ieder geval verstand met fluit en die is nu weg in Roosendaal. Oh. Ik was wel gevraagd om de wedstrijd in te vallen om 5:00, maar dat ging ze niet redden met werk. Ze zei, nee, ik ga vandaag gewoon echt een keer voor de dag werken. Ik heb de centjes nodig, hè. Ik zal de afweging maken, hè. Ja. Een hockey, hè. Maar ja, ik doe het niet komen. En waar ga je naartoe met hockey? Breda. Ja, welke van de 3 clubs in Breda? Breda heeft gewoon 3 clubs. Push, zwart-wit. Breda. En nog één. Zwart-wit. Oh, Breda. Breda, ja. De dag zit erop en wij zitten allemaal in oranje tenue aan het avondeten. Wat zei jij nou, junior? Ja. Junior is heel erg om de K aan het oefenen, dat gaat nog heel goed. Je zei als een bakkerij. Bakkerij. Hij liet hem weg, hè? Nou pakt hij hem. Koekenbakker. Bakker. Ja, de R nog een beetje. Koekenbakker. Maar hij kan wel gewoon de K. Zo zeg maar, komt hij wel, maar die woord kon hij niet zeggen. Bakker. Koekenbakker. En wat zei je die nou altijd? Hij blijft aan de koek vieren, hè? Toetenbatter. Toetenbatter. Hij blijft wel oefenen, dat is familie. Ja. Het is weer een soort mis, denk ik, want de kerk is lekker aan het luiden. En ik wil nog met Snoep van hem vragen. Ja, die hebben we al laten zien. We missen 2 kinderen. Merel is nog werken. Je mist Madelief. Madelief die zit achter Eline verstopt. En Floortje is bij een vriendinnetje. Dus we hebben het een beetje rustiger vanavond. En het is net of dat wij Nederlands elftal gaan kijken zo met al die oranje mensen aan tafel. Maar die hoeven niet te voetballen vanavond, dus daar gaan we niet kijken. Binnenkort wel. En hockey? Nederlands elftal hockey in het zal ook niet. Binnenkort moet Nederlands elftal voetballen gaan. Ja, er komt een WK van de EK, jij weet dat? Nee, eerst de oefenwedstrijd in Denemarken en Duitsland. Oh, Stan die weet alles van de voetbal. Stan die is ook deze week bij Ome Michiel, heeft hij helemaal voetballes gehad, denk ik. Want je hebt bijna elke avond voetbal gekeken, hè? Ja, alleen dit avond. Ja, en hier kijken wij nooit voetbal. Want, ja, ik kijk, Nederlands elftal kan je gewoon laten kijken, dus van NOS. Nederlands elftal kijken wij wel, ja. Kijk, als we niet beneden kijken, kijk ik gewoon een computertje erin. Ja, en, ja, dat is allemaal, zijn allemaal abonnementen, maar dat hebben wij ook allemaal niet. Heb je buikpijn? Oh, en nu? Ik ook. Heb je te veel gegeten? Ja, ik zit ook vol heel snel. Maar oh. Oh, je kan nog wel appelmoes eten. Nee. Oh, heb de halve pot op. Ja, we hebben voor zaterdagavond Hollands gegeten. Dat gebeurt niet vaak. Gebakken aardappels, witlof, bootjes, zegtjes. Ik dacht echt zo van sushi. Lekker sushi of zo. Ja, dacht jij dat? Dat is toch ook lekker? Ja. Ik wil nog eentje naar de hondertjes. Dat wordt ontzettend op. Oh, dit ja, ik kan ook gewoon toeteren met mijn mobiel, hè? Ja, doe dat! Ja, zullen we dat eens doen? Ja, en dan gaan we kijken hoe mensen reageren. Ja, dan kan je zo laten schrikken. Ja, dan loopt iemand er langs. Ja, dan loopt iemand er langs. Staat mijn auto voor de deur? Nee. Dat weet ik niet. Ja! 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 Nou, kijk. Ja! Hier staat mijn auto. Kijk, de app is geladen. Ik kan 187 kilometer rijden. Dan heb je hier sleuteltje. Kijk, bediening. En dan hebben we hier, kijk, kan ik mijn achterbak kan ik open doen met mijn mobiel, kijk. En ook weer dicht, achterbak, ja. De toeter! Zal ik de toeter doen? Ja. Stil dan, hè. Piep, piep. Ik hoorde hem niet. Ik ook. Ja. Ja. En wanneer iemand langs loopt? Dan gaan we wachten dat er iemand langs loopt. Dat gaat nog wel even duren, denk ik.
En dan gaan we de toeter drukken. En kijk, knipperlicht erin aanzetten. Gevaren lichter dan. Knopje knipperlicht. Nee. Oh ja. Nou, hoe? Mag ik het? Nee. Het nadeel is, nu weet Junio dus van die knopjes. Wil je er nog één? Maar hij weet het gewoon toch niet? Mag ik dat doen, op dit knopje? Madelief, mag ik zo... Kijk, zie je wat de toeter is? Ja. Klaksel. Ik ga... Ja, als er iemand voorbij komt. Gaan we kijken dat er iemand voorbij komt. Ja. Ja. 3, 2, 1, nu. Nee, ze heeft niet. We staan hier al 10 minuten, maar er komt helemaal niemand voorbij. De mobiel is al naar Junior gegaan en weer naar Madelief en nu weer naar Guusje, maar er komt helemaal niemand. De toeter, dan blijft hij toeteren. Ja, doe. Nee. Cornix. Dat is een mooi liedje. Nee, dat is een Junior. Laat mij eens. Nee, niet te veel drukken. Nee, hij doet het niet meer. We gaan ermee stoppen. Misschien doet hij het wel als je gewoon één keer... Ja, de... Het is eigenlijk een beetje één keer gelukt bij de eerste. Ja. En Junior gaat met een melodietje de dag afsluiten. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Het is net echt. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Bedankt dat je abonneert. Au.